5 helende sapjes die pijn van reumatoïde artritis verlichten. Op dit moment weten we nog niet exact waardoor deze aandoening veroorzaakt wordt, maar experts zijn het met elkaar eens dat reumatoïde artritis optreedt door normale slijtage, slechte gewoontes en bepaalde verwondingen. Het voornaamste symptoom van reumatoïde artritis is pijn. Echter veroorzaakt deze ziekte ook zwelling, een zwaar gevoel in de maag en problemen met bewegen. Daarnaast voelen patiënten zich vaak de hele tijd moe en hebben ze moeite hun dagelijkse taken af te maken. De duur dat de patiënt lijdt aan deze ziekte verschilt. In sommige gevallen gaat reumatoïde artritis weg wanneer de tijd verstrijkt, maar in andere gevallen wordt het juist erger. Gelukkig is er een groot aantal natuurlijke behandelingen die gebruikt kunnen worden naast de andere behandelingen om de symptomen die deze ziekte met zich meebrengt te verminderen. We bespreken hier natuurlijk sapjes als een van deze behandelingen, die grote voordelen kunnen bieden en veel voedingsstoffen aan het lichaam geven. Sap van appel, knoflook en peterselie. De combinatie van ingrediënten in dit natuurlijke sap maakt het een drankje met anti-ontstekingseigenschappen en antioxidanten die de negatieve symptomen van artritis verminderen. Daarnaast bevat dit sapje foliumzuur, vitamine B en C, kalium en calcium. Al deze stoffen zijn nodig om de spieren en het kraakbeen te versterken. Ingrediënten: 2 knoflookteentjes, 5 takjes peterselie, 1 groene peperappelsap, van 5 appels. Hoe maak je het? Schil de knoflookteentjes en stop ze in de blender. Was de peterselietakjes en doe deze samen met de peper ook in de blender. Pers het sap uit de 5 appels en doe dit ook in de blender. Mix alle ingrediënten een aantal seconden. Nadat je een zachte mix hebt, kan je het sapje gelijk drinken. Drink het elke dag totdat je je beter voelt. Selderiananasap. Dit sapje is een vochtafdrijvend drankje dat je lichaam ontdoet van vocht om de ontstekingen in de weefsels te verminderen. Ook is het een bron van essentiële vitamines en mineralen, zoals vitamine A, B, C en E, sodium, kalium, calcium, magnesium, ijzer. Voeg dit toe aan je dagelijkse dieet en het zal de pijn in de gewrichten verminderen en reguleert de elektrolyten in je lichaam. Ingrediënten: 1 bos selderie, 2 vermalen ananas, 1 glas water, 200 ml. Hoe maak je het? Was het bosje selderie en snijd het fijn. Doe het vervolgens in de blender. Voeg de vermalen ananas toe, evenals het glas met water, om het makkelijk te laten mixen. Mix alle ingrediënten samen op de hoogste snelheid. Wanneer je een zachte textuur hebt, kan je het sapje drinken zonder dit te zeven. Komkommeruiensap. Dit sapje smaakt niet zo lekker, maar het is het waard om te proberen vanwege zijn goede eigenschappen. Het is een krachtige vochtafdrijver en heeft een anti-ontstekende werking die ervoor zorgt dat je lichaam het vocht eruit werkt. Ook verlicht het pijn in de gewrichten. De zwavelverbindingen die gevonden worden in uien beschermen tegen schade door oxidatie en het ontstekingsproces van het lichaam. Ingrediënten: 1-2 komkommer, 1-4 ui, 2 theelepels olijfolie, 32 gr, 1 glas water,
200 ml. Hoe maak je het? Snijd alle groenten klein en stop ze in de blender. Voeg het glas water en de theelepel olijfolie toe. Mix alles samen op de hoogste snelheid en zorg ervoor dat je een zachte textuur hebt. Drink dit sap zo snel mogelijk, het liefst op een lege maag. Drink het totdat de pijn minder wordt. Appelselderiesap. Ook appels zijn een erg gezonde groente die de behandeling tegen reumatoïde artritis kan ondersteunen. Dit sap bevat vitamine A en belangrijke hoeveelheden magnesium en kalium. Daarnaast verbetert het immuunsysteem van het lichaam en helpt het vocht af te drijven. Ingrediënten. 5 wortels van gemiddelde grootte, 3 takken selderij, 1 glas water. Hoe maak je het? Was en snijd de 2 groenten op een manier dat ze makkelijk te mixen zijn. Doe ze in de blender samen met het glas water en mix het. Nadat je een zachte mix hebt zonder klontjes, kan je het drinken. Drink dit sap 2 weken. Papaya sinaasappelsap. Papaya bevat krachtige enzymen die een antiontstekende werking hebben en pijn verlichten. Samen met de vitamine C uit de sinaasappels wordt dit sap nog zelfs krachtiger. Dit is omdat vitamine C de productie van collageen verhoogt en dat beschermt de gewrichten. Ingrediënten. 1 papaya sinaasappelsap, uit 1 sinaasappel, 1 glas water. Hoe maak je het? Snijd de papaya in verschillende stukken en doe deze in de blender samen met de sinaasappelsap. Voeg ook het glas water toe en mix alles totdat je een sap krijgt zonder klonten. Drink het sap gelijk op en drink het elke ochtend. Het is belangrijk om te weten dat de sapjes die hier worden beschreven een voedingssupplement zijn dat helpt te vechten tegen reumatoïde artritis. Met andere woorden, de eigenschappen genezen niet alle symptomen van reumatoïde artritis. Ook kunnen zij de voorgeschreven medicatie van de huisarts niet vervangen.